Naast mijn wethouder Henk Kosters, wij zijn vandaag bij Snow & Co, vanavond moet ik zeggen. En daar wordt vanavond het allereerste Denk Mee Café georganiseerd. Wethouder Kosters, wat kunt u daarover vertellen? Nou, we hebben het startdocument vastgesteld, zoals je weet, van de centrumontwikkeling. Nou, dat is een behoorlijke pil met nog wat vage begrippen. En wat we nu gaan doen is dat ombouwen uiteindelijk tot een uitvoeringsprogramma met hele concrete maatregelen. En daar is de eerste keer vanavond dat we de inwoners vragen, oké, jullie hebben dat startdocument gezien. Wat zouden jullie nou doen als eerste en wat later om te komen tot echt uitvoering van het centrumplan? Het gaat dus echt om het centrum van Roden. Dat is wat jullie aan willen pakken. En de steen in de vijver, dat was de Albertsbaan. En dat is heel erg positief ontvangen. Ja. Zou het centrum ook een impuls in die richting moeten krijgen? Ja, absoluut. Kijk, het is niet voor niks de steen in de vijver. Je kunt zeggen, de Albertsbaan was de eerste fase, de eerste rimpeling van die steen. Daarna komt de fase 2. Daar zijn we ook al over in gesprek met de zakenkring. Dat gaat over de Herenstraat. En de centrumontwikkeling totaal, daar hebben we het vanavond over, dat is eigenlijk fase 3. Dat is zeg maar het totale centrum, plus het culturele kwartier, plus toerisme, recreatie enzovoort, horeca. Ja, het houdt nogal wat in. Ja. En het leeft, kunnen we wel stellen, want de opkomst is nou behoorlijk wat mij betreft. Ja, super. Daar ben ik heel erg blij mee. Kijk, dit wordt ook wel vaak geroepen. Ja, er komen toch maar een paar mensen. Nou, de hele tent is hier vol. Hartstikke blij mee. En ik hoop dat ze allemaal actief meedoen vanavond. Zal ik ze straks toe uitdagen ook. Maar ik ben heel erg blij mee. En wat is zoal van de mensen verwacht? Want u gaat dadelijk het woordje doen, maar er wordt interactie verwacht van mensen. Nou ja, kijk, we hebben straks een paar tafels, een stuk of 5, 6 geloof ik. En per tafel is er een thema. En dan kunnen mensen zeggen van als je er bijvoorbeeld wonen hebt of recreatie en toerisme. Wat vind je nou belangrijk? Wat zouden we nou als eerste moeten oppakken? En wat zou je bij mij betreft wat later kunnen doen? En dan proberen we dan nog een ronde te doen. En dan hoop ik aan het eind van de avond een heel wat input te hebben voor het vervolg. Kunnen we dat een beetje vergelijken met op de manier hoe jullie de Norgeduin hebben aangepakt? Nou, de Norgeduin vind ik nog iets anders wel, zoals we de omgevingsvisie hebben aangepakt. Maar het is ook hier wel weer een kwestie van wieberen, zeg maar. We zijn hier begonnen, we gaan weer breed en we gaan weer terug. Ja, maar het is ook heel erg betrokkenheid van de mensen die ermee te maken hebben. Daar gaat het juist om, daar gaat het juist om. Dus ik ben erg blij dat de hoodie vol is. En dat kan ik me heel goed voorstellen. En die ideeën die er vanavond dan allemaal uitkomen, die worden geïnventariseerd. Ja, dat klopt. Die worden geïnventariseerd en dan pakken we bij elkaar. Volgende week zijn we nog met de ondernemers en de stakeholders rond de tafel. Op dezelfde manier. Dat brengen we uiteindelijk bij elkaar en dan gaan we terugbrengen tot een concreet uitvoeringsprogramma. Ik hoop voor de zomer nog met alle maatregelen. Wie voert wanneer wat uit? Wat kost het en hoe denken we dat te financieren? Ja, maar de ideeën van de inwoners zijn dus zeker heel erg belangrijk. Inwoners, ondernemers. Absoluut, daar gaat het juist om. Dat we zeggen, we hebben die pil van het startdocument. Hè? Nou, die is echt nog wat vaag. Het gaat er nu om dat we met input van inwoners, organisaties, zakenlui, zakenkring, ondernemers, dat echt terugbrengen tot een concreet uitvoeringsprogramma. En voor de zomer zegt u van nou, dan zal er al iets, een beetje de rode draad zal bekend moeten zijn. Ja. En als het aan u ligt, gas erop na de zomervakantie? Absoluut, absoluut. Ik denk dat hier echt die kansen liggen. En er zit heel veel energie op. Dus ik denk, en we hebben het geld van de provincie, we hebben geld van de gemeenteraad. Dus volgens mij kunnen we een mooie start maken. Nou, het klinkt hartstikke goed. U gaat uw openingswoord doen. En ik hoop van harte dat er veel mooie ideeën naar boven komen vanavond. Dat hoop ik ook, daar gaan we voor. Goed zo, succes. Ja, dank je. Om tevensvisie is voor ons een belangrijke opgave en die willen we concreet maken voor de komende periode. Dames en heren, twee was dat. Dat was hier ook al gebeurd, de zogenaamde steen en de vijver. De steen en de vijver wil zeggen, we beginnen met de Albertsbaan, ploeg, de steen en de vijver. Hij gaat hier rimpelen, dat zal vaak.